Maxime Verhagen, voorzitter van Bouw het Nederland. Op stralende ochtend hier in Deventer voor de opening van de Dag van de Bouw. Het belang daarvan, wat is dat? Nou, we willen eigenlijk eens laten zien wat we kunnen presteren. We hebben een heel aantal maatschappelijke opgaven op het punt van wonen, werken, reizen. Er komen allemaal meer mensen, we hebben klimaatverandering, we hebben minder grondstoffen. En tegelijkertijd willen we ook allemaal een dak boven ons hoofd hebben. Dus we willen laten zien wat de bouw allemaal in huis heeft. Dat het ook leuk is om in de bouw te werken. Dus we stellen letterlijk en figuurlijk onze hekken open vandaag. Is het voor de bouw weer een uitdaging om het allemaal te kunnen doen? Want na slechte jaren gaat het in één keer weer, hè? Ja, dat is, je ziet dat de woningbouw dat die echt aantrekt. Maar ook als je kijkt naar de vragen die op ons afkomen. We moeten duizenden kilometers riolering vervangen. We moeten duizenden bruggen vervangen, omdat die gewoon aan het eind van hun levenstermijn zijn. We moeten zorgen dat de mobiliteit gegarandeerd blijft. We moeten de klimaatverandering, moeten we steden aanpassen. We moeten onze huizen verduurzamen. Want ook daar hebben we nogal wat 7 miljoen bestaande huizen die allemaal eigenlijk te veel energie gebruiken. We moeten kijken hoe we zorgen dat mensen die ouder worden toch thuis kunnen blijven wonen. Dus wonen en zorg combineren. Nou, al die opgaven die komen nu op ons af en die komen allemaal tegelijkertijd op ons af. We kunnen dat dus niet doen op de traditionele manier. We moeten innoveren, we moeten ook nieuwe technieken toepassen. Maar er komt nogal wat op ons af, ja. Hoe verhoudt zich dat tot zeg maar, de mindere animo om in de bouw te willen werken? Want ja, het is lastig om daar jeugd voor te krijgen. Ja, je ziet natuurlijk na 8 jaar crisis dat er ook een uitstroom heeft plaatsgevonden. En dat veel jongeren niet kozen voor een toekomst in de bouw, omdat het zo slecht ging in de bouw. We hebben dus echt jongeren nodig. En we willen dus ook op zo'n dag van de bouw laten zien dat het echt wel innovatief is. Dat het leuk is om in de bouw te werken. Nou ja, en als je dit weer hebt, ja, wat wil je nog meer?